Dit uh, was Michael's bedroom. Dit is zijn helmet en zijn De 24-jarige Michael Allis was in 2013 gestationeerd in Afghanistan. Ik was bang voor hem. Ik praagde elke dag. Zijn basis werd aangevallen door een groep extremisten. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op. Michael gebruikte zijn lichaam als schild om een gewonde Poolse soldaat te beschermen. Hij was langs Michael. En. And... Hij zei dat deze man mijn leven life. Michael overleed in het ziekenhuis. Amerika verloor in Afghanistan 2300 soldaten. Net als hij. Do you think Amerika should have left Afghanistan at this time? Yes. Get out. Let them run their own country. De VS wilde van Afghanistan een democratie maken en extremisme uitbannen. Dat mislukte, maar Bob en Linda verloren wel hun zoon. Wat hebben we doen met verliezen? Lost mensen. Goede mensen New York heeft Michaels naam vereeuwigd op de nieuwste veerpont: de SSG Michael H. Aldis. Ik krijg de chills thinking about thousands of duizenden mensen die ferry not Niet alleen van New York, maar van over the world. Het biedt Bob en Linda troost om te weten dat er nog altijd aan Michael wordt gedacht.